Vlaams ParlementsTV blikt samen met 10 parlementsleden terug op de afgelopen 12 maanden. 2020 was het jaar waarin corona, Black Lives Matter en de Amerikaanse presidentsverkiezingen de actualiteit beheersten. We praten uitgebreid met de Vlaamse volksvertegenwoordigers die het voorbije jaar zelf kleur hebben gegeven. Vandaag is dat Philip Brusselmans. Bij ons in de studio Philip Brusselmans, Vlaams parlementslid en voorzitter van Vlaamse Belang Jongeren. Welkom bij het jaar van. Goedemiddag. We gaan het hebben over uw jaar en dit jaar 2020 is voor iedereen het coronajaar. Hoe heeft u dat jaar beleefd? Ja, ik denk dat het voor iedereen een zwaar jaar is geweest. Ik misschien eerst de persoonlijke kant een beetje bekijken. Ik mag mij gelukkig prijzen dat ik zelf gespaard ben gebleven, maar in mijn familie is er wel een besmetting geweest. Mijn grootvader is er ook aan overleden in mei, dus wij hebben het met onze familie toch van dichtbij ook meegemaakt wat dat virus kan doen. En dat laat toch een indruk na. Maar ik zeg het, ik mag mezelf gelukkig prijzen dat ik er geen last van heb gehad. Ook vrienden van mij die allemaal eigenlijk gezond zijn gebleven, ook aan de regels gehouden. Ik had een zeer goede bubbel, een kleine bubbel van 3 die ik eigenlijk van in maart heb aangehouden. Ook toen we met 15 mochten zijn op een gegeven moment. We hebben altijd met diezelfde bubbel blijven afspreken. Alleen vandaag is het natuurlijk moeilijk. Ik mag maar 1 iemand meer uitnodigen in mijn huis. Dus nu moet ik beginnen selecteren wie van die 3 vrienden dat ik nog mag uitnodigen. Dat is wel een beetje wrang natuurlijk. Ja, toont corona. Bijna iedereen heeft nu wel iemand binnen de familie, binnen de kennissenkring, die er zeer ziek is aan geworden. Of in uw geval aan het overlijden van uw grootvader. Met een uitvaart die dan ook in beperkte kring moest doorgaan. Ja, wij mochten maximum met 30 zijn op dat moment, als ik mij niet vergis. Ook dat was allemaal zeer moeilijk. Het was niet de uitvaart die je eigenlijk verdiende, wat zeer jammer is. Maar goed, we blijven hem gedenken en eren op onze manier. Die uitvaart is natuurlijk maar iets symbolisch. Maar het is wel een belangrijk element, ook in het rouwproces natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen toch een extra moeilijke factor is. Aan zijn overlijden. Dan naar vandaag en naar de wedstrijd. We zitten midden in een tweede golf. Politici en virologen breken zich het hoofd over het voorkomen zelfs van een derde golf. We gaan naar 17.000 overlijdens. Betekent ook dat we nog steeds te maken hebben met die verstrengde, ook beperkende maatregelen. Wat vinden jullie van de regels zelf? Ik lees op jullie website Vlaamse Belang die het heeft over ondoordachte maatregelen in zaken contactberoepen, zoals kappers. Vinden jullie de regels zelf ook te ver doorgeslagen? Ja, ze zijn vooral belachelijk, sommigen. Neem nu die contactberoepen, neem nu kappers. De prostitutie mag terug open. Dus in dit land mag je wel naar een prostituee, maar je mag je haar niet laten knippen bij je kapster. Ja, dan is het toch niet verwonderlijk dat burgers daar niks meer van begrijpen. Misschien en zich bij gevolg ook niet meer van houden. Regelfout, dan is die in zaken de kappers wel oké. Okay. Misschien is die regel in maar zaken ik denk dat men bij een contactberoep als een kapper wel een afstand kan houden als men een mondmasker gebruikt. Alles volgens de regels, niet te veel mensen in het kapsalon tegelijkertijd enzovoort, regels die we hebben gehad. Dat men daar veel meer net de afstand zou kunnen houden als bij een prostituee. Daar moet ik toch geen tekening bij maken, technisch denk gezien, ik. Dus de ene regel is fout, maar die andere is voor mij ook fout. Laat kappers gewoon terug open, laat schoonheidsspecialisten terug open en laat mensen op oudjaar of nieuwjaar bijvoorbeeld met 4 samen zijn in plaats van nu. Ja, met... Dan wou ik even polsen. De regel van de bubbel, sociale bubbel, het knuffelcontact, te weinig. U zegt een uitzondering op of met die feestdagen of een veralgemening, een iets grotere bubbel. Ja, eerst en vooral met de feestdagen zou ik vooral een uitzondering maken op die absurde avondklok. Ik heb het nooit begrepen waarom dat die op 12 uur is gezet. In Wallonië zelfs 10 uur. Of Brussel ook 10 uur. Dat heb ik nooit begrepen. En al zeker niet met de feestdagen. Voor mij zou er op dat moment geen avondklok moeten zijn. Of je zet die bijvoorbeeld na 2-3 uur. Maar liefst van al gewoon geen. Het is natuurlijk belachelijk als ik oud jaar ga vieren bij mijn moeder, die bijvoorbeeld een uur rijden van mij woont. Dan moet ik daar om 10:15 vertrekken om zeker op tijd thuis te zijn. Er is geen oud jaar vieren meer aan. Wat de hoeveelheid mensen betreft wel. En dan spreek ik natuurlijk voor persoonlijke rekening. Ik kan niet spreken voor heel mijn partij. Maar
Ik heb van in het begin gevonden, zo'n bubbel, als je die samenhoudt en je ziet geen andere contacten, dus echt die bubbel die blijft samen en ze werken van thuis, geen contactberoepen enzovoort, dan kan die bubbel eigenlijk zo groot zijn. Die grootte maakt niet uit op dat moment. Of je nu met 4, met 10 of met 100 in éénzelfde bubbel zou zitten. Isolatie is isolatie. Isolatie is isolatie. Het probleem is natuurlijk, dus het is moeilijk om uit te leggen. In de eerste plaats, veel moeilijker ook om te handhaven in de tweede plaats. Dus ik begrijp dat daar wel een blok is opgelegd en ergens een grens is getrokken. Maar ik merk in mijn omgeving en zeker ook bij mezelf, ik zeg het, ik ben altijd aan diezelfde mensen gehouden. Wij zijn altijd met 4 opgetrokken en ik zie niet in waarom dat ik nu dan niet het jaar zou mogen vieren met 4 personen. Dat maakt het menselijk. Tuurlijk moet er ergens een grens getrokken worden. Hè? Dat je niet zomaar kan zeggen, die bubbel van 100. Ik begrijp dat wel, al zou het technisch gezien wel kunnen. Maar naar handhaving toe is dat onmogelijk. Maar het mag toch iets meer, het mag toch iets menselijker zijn. Wat u hier zegt is het werk van oppositie, wat een oppositie moet doen. Maar herinner u de uitspraak van voorzitter Tom van Grieken na een knakdebat in oktober, waar hij voor de camera zei dat hij de corona-app niet zou installeren. Bleek achteraf, hoorde ik ook bij jullie partij, misschien een wat ongelukkige uitspraak. Maar het illustreert wel dat bij jullie, bij het Vlaams Belang, is er wel een fundamenteel wantrouwen ten aanzien van zo'n overlegcomité, destijds de Nationale Veiligheidsraad. Jullie staan daar zeer wantrouwig tegenover. Maar het is al verminderd. Van in het begin is de ene flater na de andere gemaakt. In de eerste plaats door de regering Wilmes. Heel de saga van de mondmaskers. U herinnert zich dat waarschijnlijk nog. Ik hoef dat niet allemaal opnieuw boven te halen, niet op te sommen. Maar er zijn zeer veel flaters gebeurd, waardoor dat ons vertrouwen in de Belgische overheid, die al bijna onbestaande was bij mij, dat die nog lager is geworden. En ten tweede, wat werken we nu ook de laatste dagen? Dat er bijvoorbeeld rapporten zijn die men achterhoudt voor de bevolking. Informatie die men niet wil meedelen. Ja, natuurlijk, dan wek je toch ook dat wantrouwen aan. Is het dan niet terecht dat wij de overheid wantrouwen? En tot slot is het zo, zeker ik, die mezelf toch conservatief noem, dat ik altijd een natuurlijk wantrouwen heb tegenover de overheid. En ik vind dat iedereen dat zou moeten hebben. Dat moet rationeel zijn, maar een beetje natuurlijk wantrouwen tegenover de overheid lijkt mij noodzakelijk, want anders glijd je af naar situaties en toestanden die we echt niet willen. We zijn nu midden putje winter, de koude winter, maar ik ga even met u terug naar de warme lente van 2020. Ja, BLM bestond al langer in de Verenigde Staten, maar kreeg wereldwijd navolging na de dood van George Floyd. En in mei was ook in Brussel een grote manifestatie. Daar is veel om te doen geweest. Ja, net in coronatijden zo'n massabijeenkomst. Er waren nadien incidenten. Maar op zich, de boodschap van die duizenden mensen daar op straat in Brussel, een boodschap tegen discriminatie, voor gelijke kansen, die was toch goed bedoeld? Ik heb daar nooit een boodschap tegen discriminatie en voor gelijke kansen in gezien. Ik heb daar vooral een boodschap in gezien voor discriminatie, voor racisme, maar dan tegen al wie blank is, of zoals zij het zouden zeggen, wit is. Dat is wat ik daarin heb gezien. Dat was in de Verenigde Staten al zo, dat is in de Anglo-Saxische landen zo geweest en dat is overgekomen naar hier, net zoals bepaalde andere subculturen, zoals de cancel culture enzovoort, is ook BLM. Weer een van die vele linkse anarchistische ideeën die naar hier overkomen, maar die eigenlijk totaal niet pleiten, mijn inziens, voor gelijke kansen. Integendeel. Je noemt het links of anarchistisch. Zo'n bewegingen worden, zag je ook bij de klimaatbeweging, wel eens gekaapt door linkse organisaties. Is hier ook een stuk het geval. Maar de vereniging is ooit spontaan ontstaan. Er is geen duidelijke structuur of leiderschap om racisme en discriminatie op een vreedzame manier aan de kaak te stellen. Jullie reageren daar vrij fors op meteen. Er was meteen een resolutie in het Vlaams parlement om BLM aan de kaak te stellen. In Antwerpen dan, uw collega Philip de Winter heeft meteen klacht ingediend tegen die praktijktesten omwille van de mystery calls. Nu, praktijktesten, je zou kunnen denken, als er geen racisme is, dan zal uit die test blijken dat er geen racisme is. The proof of the pudding. Ja, maar ik vind het wel twee verschillende dingen die we nu door elkaar aan het halen zijn. De Black Lives Matter-beweging staat voor mij los van
van die praktijktest. Black Lives Matter beweging is een beweging die onze cultuur hier onderuit wil halen, die niet anders doet dan vernieling en onrust zaaien, die nu zelfs de Vlaamse Jeugdraad heeft gekaapt door ervoor te zorgen dat 6 van de 8 verkozenen uit hun midden komen. Dus allemaal met een dusdanige achtergrond die niet de autochtone Vlaming vertegenwoordigt, waardoor dat die autochtone Vlaming ondervertegenwoordigd is op dit moment in die Vlaamse Jeugdraad. Dat er zeiden over die praktijktesten zelf, ja, tuurlijk zal er altijd racisme zijn in de wereld, jammer genoeg. Er zal gediscrimineerd worden, jammer genoeg. Is dat een groot probleem in Vlaanderen? Nee, ik geloof ook niet dat, stel nu een garagehouder die kampt met een tekort aan werkkrachten en die krijgt daar 2 sollicitanten over de vloer en hij moet 2 mensen aannemen, krijgt daar 2 sollicitanten over de vloer, een autochtone Vlaming en een allochtone Belg. Ja, wel, die gaat die alle 2 aannemen als die voldoen aan de vereiste capaciteiten. Hoor. Een bedrijfsleider met gezond verstand, die denkt niet, die man ga ik niet aannemen, want die heeft een andere naam. Nee, die wil gewoon dat zijn firma goed werkt. En doet hij dat niet, dan is het een dwaas als hij discrimineert. En dan zal hij waarschijnlijk ook wel de gevolgen daarvan dragen, want dan zal hij geen personeel vinden en dan zal zijn zaak ook failliet gaan. Oké, dat is duidelijk. We steken even de oceaan over naar de Verenigde Staten. Midden november, Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ondertussen is het duidelijk dat Joe Biden de president-elect is. Stel, u was Amerikaanse staatsburger. Voor wie had u gekozen? Ik denk dat vrij duidelijk mogen zijn. Hè. Ik zou zeker en vast voor Donald Trump gekozen hebben. Alleen al omdat het de kandidaat was van de Republikeinse Partij. Weinigen die stellig zeggen, ik zou voor Trump kiezen. Hoe komt dat? Hoe dat het komt dat weinigen niet voor Trump zouden kiezen, moet je aan hem vragen natuurlijk. Of dat u de enige bent. Dus, wij als Europeanen kijken op een heel andere manier naar Donald Trump dan blijkbaar bijna de helft van de Amerikanen. Hè? Ja, maar dat komt natuurlijk vooral door de percipiëring van de persoon Donald Trump in onze media. Trump heeft zelfs de klassieke media niet nodig om zichzelf te zijn. Wie wil, volgt het gewoon via Twitter. Dus daar is die rol van media niet van tellen. Ja, maar u moet eens gaan vragen, als u dan toch over de perceptie van Donald Trump bij de Vlamingen of bij de volksvertegenwoordigers ziet, ja, wie volgt die man op Twitter in vergelijking met wie kijkt er iedere dag naar het VTM of het VRT-journaal en krijgt daar het Amerikaans nieuws binnen door de bril van bijvoorbeeld Bjorn Soenes. Daar lijkt mij toch een zeer groot verschil in te zitten. Ik zeg niet dat ik een grote Trump-fan ben van de persoon zelf. Het is mijn stijl niet. Ik vind hem wat boertig op sommige momenten. Maar goed, in feite, wie ben ik om een waardeoordeel daarover te vellen? Hè? Het is de president van de Amerikanen. Straks is niet meer. Het publiek van Trump, er wordt dan gezegd, middenklasse, blanke Amerikanen, vaak uit het midden van de VSA, een stuk een arbeiderspubliek, mensen die zich soms de verliezers voelen van de hele mondialisering, die daar ook niet de vruchten van plukken. Is er een parallel met jullie kiespubliek, als u eerlijk bent? Maar ik denk dat we eerst en vooral eens moeten kijken naar de resultaten van afgelopen verkiezingen in de Verenigde Staten. En dat is dat Donald Trump historisch veel Hispanics en gekleurde mensen voor zich heeft gewonnen. Ik denk dat dat toch ook een belangrijk gegeven is dat we hier nooit horen. En dat geeft zeer veel toekomstperspectief aan de Republikeinse Partij. Of er een parallel zit met de kiezers van mijn partij, ik denk dat niet onmiddellijk. Ook als ik kijk naar mijn electoraat, zijn er heel veel mensen die nooit van zijn leven op Donald Trump zouden stemmen. Ik denk wel natuurlijk dat er bepaalde parallellen te trekken zijn tussen de punten die Donald Trump uitvoert en de punten die wij willen uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld op een gegeven moment heeft hij ook een migratiestop ingelast voor een tiental of iets minder moslimlanden. Tot het probleem was opgelost, zoals hij het zo mooi kon zeggen. Allee, dat zijn toch parallellen natuurlijk die te trekken zijn. Hij wil die migratie hard aanpakken. En dat is een probleem dat zich ook hier situeert. En daar hebben wij gelijksoortige oplossingen voor. Maar met de persoon zelf, de manier waarop, daar ga ik mij niet mee associëren. Ik denk iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik niet zo'n roeper ben. Ik een luide stem, maar niet op die manier.
Als terugblik op dit voorbije politieke jaar zullen we nog naar twee fragmenten kijken. Eén fragment ervan mocht u zelf kiezen, een ander ervan hebben wij voor u uitgekozen. U heeft voor dit fragment gekozen en dat is januari 2020. Een vraag naar aanleiding van het ontslag van gedelegeerd bestuurder Paul Lembrecht van de VRT. Collega Brusselmans. Bedankt mevrouw de voorzitter. Ik zou toch graag nog heel even terugkomen op het gedrag van minister Dalle, wat hier blijkbaar wordt weggelachen, ook door u, mevrouw de voorzitter. Ik vind het een regelrechte belediging tegenover het parlement, tegenover onze fractie, tegenover al onze kiezers. Dat als mijn collega Slootman zijn vraag stelt, u daar weigert op te antwoorden. En als collega Brouwers exact dezelfde vraag stelt, 15 minuten daarna, dan vindt u het plots wel de moeite om te antwoorden. Wel, u zoekt hier, hè, al die traditionele partijen zoeken hier altijd excuses waarom ze zo slecht scoren en waarom de burger niet meer gelooft in de politiek. Wel, een van de redenen zijn die kinderachtige spelletjes. Schaam u. Ja, wat we hier zagen, het gaat eigenlijk niet zozeer over de grond van de zaak, de ontslagvergoeding van de ex-gedelegeerde bestuurder, maar over die werking van het parlement. Het komt erop neer dat de minister van meerdere partijen de vraag krijgt naar die ontslagvergoeding, maar dan enkel antwoordt als zijn eigen partijlid antwoordt. Nu, goed, je zou dan kunnen denken, u bent het jongste parlementslid, maar u weet even goed als ik, welkom in de wedstrijd. Dat is politiek. De minister gaat de vraag beantwoorden van zijn eigen partijlid en de bedoeling is altijd om oppositie te negeren. Zo gaat het nu eenmaal. Er zijn twee redenen waarom ik dit fragment heb uitgekozen. Enerzijds natuurlijk omdat de VRT, de saga daar rond, zeer aanwezig is geweest het afgelopen jaar. En de tweede reden is niet enkel om de situatie die zich hier afspeelt, maar eigenlijk omdat het zeer typerend is aan dit parlement, dat ze niet, of aan deze regering, dat men niet op vragen van het Vlaams Belang antwoordt. Het gaat niet over hij antwoordt op iemand van zijn eigen partij en niet op iemand van de oppositie. Het gaat over een systematische discriminatie op dat vlak tegenover mijn partij. Maar is dat niet wat je doet als meerderheidspartij in de regering, de grootste oppositiepartij, zo hard mogelijk negeren? Maar het is vooral de manier waarop. Het is vaak op het filijnen af bij sommige ministers. De ene doet dat al harder dan de ander. Wie is er het beste in dat negeren? In dat negeren misschien niet, maar op het filijnen afreageren, en dat durf ik gerust zeggen, is minister Dalle. Ik denk dat wij vaak in conflict gaan waar dat hij meer de man wil spelen dan de bal. Iets wat ik bijvoorbeeld met minister-president Jan Bon nooit zou hebben. Daar discussiëren wij op inhoud. Maar waarom dat ik dit fragment ook heb uitgekozen, is omdat het een van de weinige momenten is dat ik oprecht boos was. Ja. He, dus vaak, men kan wel dingen doen in het parlement, veel gesticuleren enzovoort. Maar je weet natuurlijk wel dat je inderdaad in de wedstrijd zit, dat je in het parlement zit en dat de gang van zaken is. Maar dit vond ik toch wel een zeer frappante manier waarop een keer op keer, het was ook niet de eerste keer in dat debat of die dag dat minister Dalle mijn collega Slootman ze negeerde. Het gebeurt zeer veel in commissie, schriftelijke vragen die andere ministers van media wel beantwoorden. Die minister Dalle plots niet meer wil beantwoorden omdat het zogezegd buiten zijn. Maar het staat hem vrij om dat te doen, zolang dat binnen de regels van de democratie dit parlement is. En, net zoals dat het mij vrij staat. Jullie zijn zelf ook geen doetjes, het staat jullie ook vrij om om daarop in te gaan en ook om mevrouw Womans, de parlementsvoorzitter, daar toch even attent op te maken. Ik vind dat zij zeer goed werk levert, dat ze dat zeer goed doet, maar op die moment misschien een klein beetje minder. Ik hoop dat ze mij die kritiek kan vergeven, maar op die moment vind ik dat je als parlementsvoorzitter wel mocht zeggen, minister, kijk, u heeft die vraag nu gekregen. Uiteraard is het aan hem om te kiezen of dat hij antwoordt of niet. Ik kan hem daar niet toe verplichten, maar het is daar ook mijn volste recht om daar tegenin te gaan en dat toch ook te laten zien aan de kiezers die meekijken ook. En al die partijen, zoals ik daar in dat filmpje ook zeg, aan het einde van elke verkiezing zakken zijn percentage en staan zij aan de zijlijn te kijken, ja, hoe komt dat nu dat mensen geen vertrouwen meer hebben in de traditionele partijen en geen vertrouwen meer in de politiek surtout? Wel, het komt door die situatie. Je moet eens als neutrale toeschouwer zelf naar zo'n schouwspel kijken. Dan kan je toch niet je computer of je tv uitzetten en denken, wel, dat was nu nog eens een volwassen debat. Okay. Nee, je maakt gewoon een karikatuur van de politiek op die manier. En het is dat ik zo hekel. Misschien kan het volgende een troost wezen. Naast u ziet u een
pakje, mooi ingepakt. Daar is het een cadeau uitgekozen door de redactie, een gulle redactie. We hebben voor elk van onze gasten een bescheiden, gepersonaliseerd cadeautje. U mag dat inderdaad open doen. Benieuwd naar uw reactie. Vanaf dat ik de schrijver zag, de foto van de achtergrond, dan... ik begrijp waarom dat ik het cadeau heb gekregen. Ik moet toegeven, ik heb van hem nog niks gelezen. Ja, ik zie u meteen lachen. Dominique Willaert, artistiek leider van Victoria Deluxe in Antwerpen. Is niet bepaald een supporter van u, maar misschien vice versa. Nee, ja, ik ken hem van voor mijn prille politieke carrière eigenlijk al. Ik zat bij het KVAV, ik was prezes in Antwerpen. En het was toen ook dat Theo Franke op tour ging. Theo toert zijn campagne. En wij nodigden hem als KVAV ook uit. En er was altijd één iemand in de zaal, ik weet nog in Gent, bij het Gentse KVAV, die begon te roepen op het moment dat meneer Franke binnenkwam om aan zijn speech te beginnen. En dat was de heer Willaert, die daar stond te fulmineren, niet wie de fascismus te roepen, minuten lang, zodanig dat heel de zaal hem beu was. En het is eigenlijk zo dat ik hem heb leren kennen. En dan vanaf dat ik in de commissie cultuur kwam natuurlijk nog eens wat dieper gaan graven. En die man, ja, die leeft toch wel royaal van het belastinggeld, zowel vanuit Vlaanderen als vanuit de stad Gent, als zelfs Europese landbouwsubsidies. En ik wil die man niet in een verdomme hoekje duwen, maar meneer Willaert is voor mij met alle respect wel het type voorbeeld van een linkse subsidieslurper. Maar in dit boek van Dominique Willaert, misschien vinden jullie elkaar toch wel, want het is een boek gericht aan jongeren. 20-tal brieven. Brieven die onderzoeken hoe jongeren de wereld vorm proberen geven. Nou, kijk, ik kan er alleen maar uit leren. Ik lees heel graag, dus ik zal het met een open blik lezen. En ik zal hier na de kerstvakantie gerust nog eens komen toelichten wat ik van het boek vond. Ja, jullie hebben elkaar ook op een ander moment ontmoet in november 19. Dat is net na de start van de nieuwe Vlaamse regering, met onder meer de aankondiging van besparingen in de cultuursector. Mensen uit de sector, bekende Vlamingen, kunstenaars, kwamen naar het parlement, kwamen die commissie volgen. En daar trof u uw oude, bekende Dominique Willaert. Er zit nu wel nog wel wat vet op de soep in de cultuursector. En die verontwaardiging vanuit de culturele sector, ik kan die begrijpen. Besparen is nooit leuk en de termijn is natuurlijk ook wel zeer kort. En ik ga afronden. Weet u... Ze is ook hypocriet, die verontwaardiging. Want de Vlaming, die Vlaamse identiteit, dat is iets vies. Dat is verwerpelijk. Maar als het is voor het Vlaams belastingsgeld, ja, dan gaan die handjes wel openen. Je verkoopt fake news, je roept op tot geweld, je bent ondemocratisch. Jij had mij genoemd op de radio zonder dat je mij kent. Waarom doe je dat? U bent de type voorbeeld van de linkse cultuurbobo die er is voor het geld van de Vlaming en anders niet. De Vlaming is nooit opgeboren. Ja, dat is links tegen rechts. En dan dat begrip, het concept van linkse cultuurbobo, horen we wel vaker in Vlaams nationale kringen. Wat bedoelen jullie daar eigenlijk mee? Ik bedoel daar een subsidieslurper mee. Iemand die aan de infuus van de Vlaamse overheid hangt. Zonder daar een werkelijke tegenprestatie tegenover te zetten en eigenlijk dat geld ontvangt voor linkspolitiek activisme. De vraag is natuurlijk wat u met een tegenprestatie bedoelt, een subsidiesloper. Het komt wat over alsof zij geld aftroggelen of omdat zij gesubsidieerd worden, zij geen kritiek mogen hebben op de overheid. Zoals u ook zegt in de zitting. Maar ik zit zelf in de oppositie. Ik zal de eerste zijn om kritiek te geven op de overheid. Ik vind alleen niet dat politiek activisme moet gesubsidieerd worden. Meneer Willaert, om bij hem te blijven, ik krijg bijvoorbeeld subsidies met zijn vereniging Victoria Deluxe om, hoe moet ik het zeggen, workshops te organiseren, hoe dat je u moet verzetten tegen rechtse meningen. Wel, ik vraag mij daarvan af, waarom moet dat met Vlaams belastinggeld onderhouden worden. Dat je dat organiseert, doe maar. Hè. Doe gerust. Wie ben ik om te bepalen wat u mag doen of niet? Maar niet met het geld van de werkende Vlaming. Absoluut niet. Dat kan voor mij niet.
omdat net dat de plaats is van kunst in de samenleving, om weerbarstig te zijn, om de consensus in vraag te stellen, om de middenklasse ook uit te dagen. En dan krijg je al vaak een verhouding tussen progressief versus conservatief. Uiteraard. Of rechts. En dat is zeer goed ook, maar we moeten niet de perceptie creëren dat cultuur niet zou kunnen bestaan zonder subsidies. En dat bij gevolg politiek activisme zou gesubsidieerd moeten worden. Die link is mij niet duidelijk. Natuurlijk mag cultuur botsen en dat zit ook wat inherent aan die culturele sector om wat tegen de overheid te ageren. En dat is goed, dat is een van de controleorganen in de maatschappij tegen de overheid. Dat is dat middenveld, dat is de culturele sector. Maar om daar dan de link te leggen dat zij daar automatisch voor alles en nog wat gesubsidieerd moeten worden, dat is iets dat ik absoluut niet begrijp. En mij dan in dat filmpje, ik zie het nog eens terug, mij dan uitschelden voor fascist, mij zeggen dat ik oproep tot geweld enzovoort, is natuurlijk... hij bevestigt het type voorbeeld dat hij is, hè. Bevestigt de karikatuur. Het is toch een raar wereldje, toch? Wel, over dat wereldje in de cultuursector lopen ze ook niet warm voor de N-VA, die nu met minister-president Jan Jambon ook de minister van Cultuur levert. Wat je ook opvangt in die cultuursector, dat schrijft trouwens ook meneer Willaert, is dat men op den duur bang is voor kritiek op de overheid uit schrik om zijn subsidies, zijn inkomen te verliezen. Ja, maar dus meneer Willaert krijgt altijd maar meer en meer subsidies van alle organen en nog wat. Net zoals andere linkse activistische cultuurbewegingen. Dus zij hebben helemaal niets te vrezen. Deze regering doet daar helemaal niets aan, hè. Deze regering ging bijvoorbeeld segregerende organisaties op het socioculturele speelveld gingen zij subsidies afnemen, wat volledig terecht is. Hè. Een vereniging die segregeert hoeft geen Vlaams belastingsgeld te krijgen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Turkse Unie. Of Unie van Turkse Verenigingen. Maar de regering doet het niet. Het is er niet gekomen, oké, door omstandigheden enzovoort. Maar er wordt vandaag nog altijd iets aan die criteria gedaan. Dus ze hebben helemaal niets te vrezen, jammer genoeg, van deze Vlaamse regering. En ik denk dat echt de verandering op dat vlak, stoppen met subsidiëren van politiek activisme, ook langs de rechterkant trouwens, het stoppen van subsidiëren van segregerende bewegingen, dat kan alleen als Vlaams Belang mee aan boord zit. Ja, dit brengt ons bij het einde van dit gesprek. Meer tijd rest ons niet. Een laatste nieuwjaarswens voor Vlaanderen in 2021? Dat we zo snel mogelijk van die coronapandemie verlost geraken. Philip Brusselmans, Vlaams parlementslid en voorzitter van Vlaams Belang Jongeren. Zeer bedankt voor dit gesprek. Dank u.